Goed, jij hebt besloten nog een jaar bij Feyenoord te blijven, hè? Ja. Of is het niet zo? Ja. Yes. Dat is zo, hè? Nou, er komt misschien een klein beetje spel bij, omdat het voor de Europa Cup was. Ja. Dan is het nooit slecht dat er een aantal oogjes open gaan. Dus jij een gesprek met Van der Heerik? We zijn gezellig wezen eten, ja. Goed restaurant? Jawel. Ja? Dat kun je wel aan hem overlaten. Goed, jij aan een tafeltje, Jorien of niet? Of nog iemand erbij? Nee, vrouwen. Vrouwen erbij? Ja, Martina mee? Maar de mannen tegenover elkaar en de vrouwen tegenover elkaar. Oh, Martina en Joke, ja, geloof ik. Twee verschillende onderwerpen. Oh, de dames? Ja, de dames en hun onderwerp. Zoals wat? Ja, nou, dat hoef ik dan niet te kinderen? Zeggen. Kinderen? Kinderen, kleding, vakantie, noem alles maar op. Oké, okay. En jullie tegenover elkaar? En wij tegenover elkaar. En jullie over Feyenoord? Over Feyenoord, ja. Oké, okay, maar de dames hebben zich niet gemengd in het gesprek over Feyenoord? Nee, 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 niet. Die moeten dan buiten blijven. Oh, oké. Okay. En wat was het voorgerecht van jou? Ja. Het voorgerecht? Ja, dat weet je dan wel. Iets van zoiets? Carpaccio, dacht Carpaccio. Ik. Carpaccio, oh, dat is wel lekker. Dat is wel lekker, dat is goed voorgerecht. Ja, maar is dat niet waar? Ja, dat is een goed voorgerecht. Het laatste programma van je, dan gaan we er niet over het eten praten. Dan zeggen ze ook nog, hij is blij dat hij stopt. Ja. Als hij het daarover heeft. Zeker, dat is waar. Dat is waar. Nou, ik vind het wel jammer, hoor. Jullie waren het eens. Maar we gaan Feyenoord versterken. Ja. Dat was het idee. Ja, tuurlijk. Goed. Hij moet het doen natuurlijk. Ik kan er niks, voor de rest kan ik er niks aan doen. Nee, nou ja, je kan zelf investeren natuurlijk. Dat kan jij makkelijk, maar dat doe jij. Ja, nou hallo. Ja. Jij kan rustig een speler kopen of niet? Een werkertje of zo. Een werkertje, die kan jij wel kopen. Dat kan ik misschien net opbrengen. Maar goed, daar zit Feyenoord niet op te wachten, want daar hebben ze er zat van. Ten eerste heb je te maken ook met wie willen. De mensen die jij... Jurri Mulder, die komt ook al niet. En ja, die kiest dan ook voor Schalke. En nou, dan heb je het nog maar over Mulder, met alle respect. Maar het klinkt allemaal niet vrolijk, wat ik hoor. Want we hebben geen namen, we weten niet precies wie er moet komen. En Feyenoord moet zich wel versterken, want dat vind jij dus. Ja. En werkelijk, zo snel mogelijk. Met het nieuwe seizoen natuurlijk. Ja, dan moet het wel klaar zijn. Ja, tuurlijk. Goed. En heb je daar nog alle vertrouwen in, dat dat gaat lukken? En dat daar ook namen komen te staan waarvan jij denkt, zo, dat is een verbetering. Nee, dat heb ik niet. Dus dan neemt de twijfel weer toe om door te gaan? Dat weet ik niet. Als ik jou zou horen praten en Feyenoord koopt niet van deze zomer de mensen die jij graag zou willen, dan zou het alsnog kunnen zijn dat je ze zou stoppen. Je twijfelt. Ja, ik twijfel of het haalbaar is voor Feyenoord. Juist. En jij twijfelt of de goede mensen gaan komen. Ja. En dan twijfel je misschien weer of je door zal gaan. Ja, misschien wel. Dat Rapid Wien? Ja, je hebt jezelf natuurlijk verschrikkelijk moeilijk gemaakt. Zo, jongen. Als jullie uitgeschakeld worden door dat Rapid Wien. Als je zo'n gelukkige loting krijgt, half finale Europa Cup, Rapid Wien, met alle respect. Ik zeg, nou, en haal je nu de finale niet haalt. Ja. Nou, dan houden we nooit meer de finale. Dan is dat, heel teleurgesteld en heel boos om over te worden. Kom nou eens een keer met die vrije trap. Wanneer kom je nou met die vrije trap? Ik zit te wachten. Ja. Ja, met ons een lullig strafschopje. Oké, tot je dienst. Je moet het er ook in. Ja, oké, maar dat doe je gewoon. Dat doe je niet gewoon. Ja. Een strafschop is een bijbaantje voor jou, dat is werkelijk. Ja. Maar die vrije trap, ik heb hem nooit meer gezien, man. Wat is er mij gebeurd? Is die op vakantie? Wat is er met die vrije trap van jou? Ja, maar dat hebben vaker mensen gezegd als hij af en toe even wegbleef. Maar dan kwam hij terug. Ja. Op een heel belangrijk moment. Oh, graag. Nou. Ja. Dus je antwoord heb je al. Ja. Dus, daar in Wenen kan hij komen? Kan niet komen, ja.